Bingo Town. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe dinsdagtip hier op Bingo Town. In de fucking warme studio, en jij hebt er zo nog wel op. Ja, ik had het al een keer eerder verteld in de vorige dinsdagtip met Thomas, maar ik heb een ontstoken oog en met deze lampen. Ik zit hier nu al echt een kwartiertje in deze lamp en mijn oog doet pijn, jongen. Het brandt als een mogol. Ik kan me goed voorstellen. Dus doe maar lekker je zonnebril op, jongen. Ja, ik doe mijn mooie 22 Jump Street zonnebril op. De dinsdagtip. Oké, wat hebben we vandaag? Laat zien. Wat wij vandaag hebben is... Wow. Dit. Tada. Basketball cheering, basketball net. Yes, dit is eigenlijk vrij algemeen bekend, denk ik, bij iedereen. Een basketball netje boven je vuilnisbak. Oh ja, het is veel... Oh ja, nice. Maar het is basket... Cheering basketball net. Dus is toch dubbel? Ja, eigenlijk wel. Ja, basket. Oh, misschien is basket prullenbak of zo. Ja, nee, dat is gewoon garbage can toch? Ja, veiligheid. Het is, ik ben wel benieuwd. Krijg je ook een vuilnisbak bij? Dat denk ik niet. Het is een opblaasvuilnisbak. Nee, weet je wat het ook is? Als ik dit ook zie, dit is zeg maar een hele witte variant. Vroeger had jij zeker ook die over-Amerikaanse. Ja, met dat balletje er ook op. Ja, mij. Precies. Ja, die had ik op mijn camera wel altijd. Ja, die, volgens mij had echt letterlijk iedereen op aarde die. Net als een andere, de Amerikaanse boksbal. Ja, die heb ik nog steeds thuis. Ja? Krijg je box, ik ook. Maar genoeg over een Amerikaanse boksbal hier dus, even kijken. Zo, wat is dit dan? Oh, nou, dat valt van onder. Tepelklem of zo. Oh, er zit ook geluid bij. Wow, yo, er zit zeker geen batterijen bij, dat is weer te scare of zo. Meen je dat? Vast wel, ik krijg hem niet eens open, joh. Oh nee, wacht, dit zit ertussen. Wat is dit dan? Oh, dat is een zendertje, moet niet te hard aan trekken. Oh. Trek gelijk alles eruit. What the fuck is dit? Ik heb hier het net. Oké, jij hebt het. Er is een deel van het product is in ieder geval aanwezig. Kan dit ding ook krijgen ook? Wat is dit dan? Oh, ik heb hem. Er zit hier zo'n klein piemeltje in. Ik weet niet wat er gebeurt. Misschien als je hem aakt of zo, dat hij dan gaat juichen of zo. Ja. Waar moet dat piemeltje in? Oh, dat moet denk ik in de prullenbak. Want als er dan iets invalt, dan voelt hij dat het erin zit. Ah, dan gaat hij natuurlijk af. Ja. Komen er wel. Logisch. Warning, includes small parts and long cords, strangulation hazard. Dus Rick, blijf uit de buurt, anders gaan we serpent gameplay. Strangulation play. Die jullie. Kijk eens. Oh, je gaat hem echt gaan opbreken? Nee, we kunnen deze er gewoon zo erop zetten. Wacht, hier. Zullen we gewoon deze erop zetten? Jezus, ik. Ten eerste nog ding. Ik maak hem kapot, joh. Hij zit in de tafel. Oké, dit komt goed. Dit gaat goed. Ja, hij draait. Ik heb net al een apenpiemel gekregen. Hij is fucking scherp. Spoed het maar door, hoor. Wow! Oké, we hebben het geluid. Oh, je moet met heel veel geluid in. Hey, wacht even, Yuri, de geneukt. Ja. Oh. Jij wilde high five, ik bedoel dit geluid. Ja, oké, maar dat was toch. Hey. Yuri, weet je van Hitler en de concentratiekampen? Nee, dat kan niet, nee. Wat? Oh, je kan alles roepen en het juicht wel. Oh, het is vet warm buiten. Oh. Ik heb net een kind voor de bus gegooid. Hey! Het is een lachband voor zo'n tv-show. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Yeah. Eigenlijk, ik vind dit al leuk genoeg. Zo, hey, ik ben zo meteen vrij. In school gewoon. Hey! Gaat de bel? Oké. Ik vind het nice. Alleen weet je jammer door laat gaan. Oh, hier hebben we een doos. En weet je wat er in deze doos zit? De oude dinsdagtip van de Let's Tips. Zet deze op de doos, die. Maar hij moet op de doos klikken, dus hij moet andersom. Oh, moet hij andersom? Ja, maar er moet iets op de doos gaan, toch? Ik bedoel, hoe gaan we op de doos zetten als je niet. Er moet een logica achter. Oh, hij kan het niet doen. Bardo Adams, mist. Je broer is toch op basketbal? Ja, mijn broer zit op basketbal. Ben hem even. Vraag je los. Gooi nou! Oh, Kerry. Er zit wel een barstvin. Hier zo. Ja, maar dat hebben we wel verneukt in deze. Ja, nu al. Oh, nee! Jongen, ik wou nog... Je gaat hem nu ook zelf helemaal weer opzetten, hè? Ik heb hem zelf... Ja. Godverdomme. Kijk eens. Ja, dit is er dan. Helemaal goed. Saus op! Moet je kijken wat ik in deze doos vind. Amerikaanse netje. Oh! 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 Oh!
wrecked, get wrecked! Dat is ook echt gewoon een basketbal die je er meer gooit. Is dat een HDMI-kabel? Is dat mijn HDMI-kabel? Wow, dit is nu echt een grafveld geworden. Ik wist niet dat ik zo slecht ben in gooien. Gast, man. Leg ook echt condooms in zo. Gewoon condooms met u gegooid. Oh, mijn sleutels. Die sleutels heb ik nog nodig. Jij hebt gewoon een mes. Oh, tof, mijn mobiel ligt daar nog. Ook messen. Oh, vuurwerk. Ik heb gewoon vuurwerk zitten gooien. Ballonnen. Oké, ik ga het even opruimen. Ja, doe jij dat, hè. Kun jij de kijkers bedanken? Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze basketbal video. Koop hem en doe hem op je eigen prullenbak. Superleuk. Ik weet niet hoe duur die was, van waarschijnlijk een tientje of zo. Laat even een groen duimpje achter voor deze vernedering aan spullen die allemaal overal gegooid werden. En vergeet niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. En anders, als je niet abonneert, dan kom ik je steken. De volgende keer. Later. Volgende week dinsdag. Doei.